Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We kunnen het op de satellietfoto al best aardig zien. Boven Frankrijk ligt flink wat bewolking en die bewolking gaat vanuit het zuiden uit ook over ons land trekken. Vanochtend hebben we nog af en toe wel wat zon, maar geleidelijk aan gaat dus de bewolking verder toenemen. En vanmiddag valt er ook enige tijd regen of motregen. Daarbij wordt het 12 tot plaatselijk 16 graden. Verder waait er een stevige zuidwestenwind die is matig of kleikrachtig boven land, windkracht 4 of 5, en een zeekrachtig of hard windkracht 6 of 7. Vanavond draait de wind naar het noordwesten en gaat dan ook afnemen. Verder komen er vanuit het westen uit opklaringen en dan wordt het overal droog. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. Dan hebben we een periode met zon. Dat trekt ook wel wat hoge bewolkingen over het land en er kunnen wat stapelwolken ontstaan. Maar afgezien van misschien heel lokaal een enkele bui blijft het gewoon droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Dan de andere dagen daarna. De maandag ziet er ook heel aardig uit. Zonnige periode dan wel een graad of 12 bij een matige noordwestenwind. Maar vanaf dinsdag draait de wind weer naar het zuidwesten en wordt het zachter. Met op woensdag mogelijk opnieuw 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl